Ik ga jullie meenemen in de crisismanagement. En dat is een watermanagementspel als er een overstromingsscenario is. Nou, jullie zien op de achtergrond hier even ter verlevendiging de beelden van de overstroming van Limburg. Nou, wat is Geofort? Geofort is een interactief museum. Net als Nemo, Space Expo, Beeld en Geluid. En ons doel is mensen bewust maken van de toekomst van de planeet Aarde. Nou, natuurlijk heeft dat alles met watermanagement te maken. Je hebt de klimaatverandering, maar we hebben ook andere onderwerpen. Energietransitie, grondstoffen, big data. Maar heel veel van die onderwerpen hebben ook wel weer te maken met dat watermanagement. Nou, wat is nou de formule van Geofort? Wij doen heel veel op educatievlak en wij zeggen alle educatieve onderdelen moeten voldoen aan 3 senses. Het eerste is sense of fun. Als je het leuk hebt of leuk vindt, dan leer je immers makkelijker. De tweede sens is sense of experience. Ik denk dat jullie allemaal niet hebben leren fietsen door een boek te lezen. Het zelf doen, dat stimuleert. En het derde is sense of urgency. Als jij echt beseft wat de urgentie is, dan wordt die nieuwsgierigheid aangewakkerd. Nou, met die 3 senses gaan we aan de slag. En hoe beginnen we dan? Eigenlijk door vragen te stellen. We laten ook mooie filmpjes zien, maar we beginnen met vragen te stellen. Dan zitten we bijvoorbeeld in de klas en dan vragen we van: denken jullie dat er in Nederland wel een overstroming is binnen 50 jaar? Nou, eigenlijk iedereen zegt jawel, binnen 50 jaar ergens in Nederland. Nou doen we deze workshop, Serious Game, ook in Culemborg of in Gouda. En dan vragen we, denk je dat de watersnood binnen 50 jaar ook in jouw plaats is? Nou nee, denken die kinderen. Nee, mijn plaats niet, de dijk is net verhoogd, het water is ver weg. Ver van mijn bed zo. Nou, dan laten we de risicokaarten zien. Culemborg, Gouda zijn wel degelijk risicogebieden. Hè? Binnen de 50 jaar is die kans toch wel degelijk aanwezig. Nou, wat zeggen die kinderen dan? Ja, kan toch zwemmen? Nou, als je die beelden ziet, daar kan je echt niet in zwemmen. Daar wil je ook niet in zwemmen. Nou, dan zeggen ze, de overheid heeft toch helikopters? Die komen toch ophalen? Nou, hoeveel helikopters zijn er? Dat is niet voldoende. Nou, en dan begint eigenlijk pas de bewustwording. Oké, ik moet dus zelf iets doen. Ik moet misschien wel evacueren, maar waar moet ik dan heen? Nou, zo'n serious game hebben we ontwikkeld. Je gaat in teams aan de slag. En op een gegeven moment, we spelen dit al een jaar of 5. En op een gegeven moment dacht ik ga een wedstrijd organiseren. Ik ga 6 burgemeesters in 1 zaal zetten en 6 tieners in de andere. En ik ga het verschil zien. Wie heeft nou het snelst een evacuatieplan? Nou, je moet twitteren op de kaart, dus je kunt al voorstellen dat wie was er sneller. Ja, die kinderen luisterden niet eens naar mijn uitleg. Het scherm zag al zwart van de tweets, binnen 10 minuten, zweet op het voorhoofd van het communicatieteam, want door de bomen moesten ze het bos zien. Of andersom, door de bos moesten ze de bomen zien. Maar de burgemeesters, het duurde een half uur voordat hun eerste tweet op de kaart was gezet. Want ze gingen het netjes valideren. Nou, uiteindelijk, na 3 kwartier, hadden die burgemeesters echt een geweldig evacuatieplan. De jongeren waren flabbergasted van het woordgebruik van die burgemeesters, dus dat zat wel goed. Maar die burgemeesters waren zwaar onder de indruk van die jongeren, want die hadden veel meer informatie in een veel kortere tijd tevoorschijn weten te toveren. Nou, en dan zegt Geofort weer, hoe leuk is dat? Je hebt beide groepen nodig, een divers team, maar vooral betrek die jongeren er ook in. Nou, ik ga jullie laten zien hoe dat spel werkt. Het is een serious game, dus ik noem vaak dat we spelen, maar voor volwassenen, ja, je moet niet denken dat het een kinderachtig spel is. We doen het op Geofort, maar we doen het dus ook op andere locaties. 2 weken geleden hadden we 5 junior dijkgraven uitgenodigd om te spelen. Nou, ze kwamen te Geofort. Junior dijkgraven zijn trouwens, elk waterschap heeft zo'n junior afgevaardigde. Vaak zijn het kinderen van jaar 17, dus jongeren moet ik zeggen, van 17. En die worden een bepaalde periode meegevoerd in alle ins en outs van het waterschap. En ze kwamen bij het Geofort en ze bekenden, ja, voordat ze deze beelden hadden gezien van de overstroming van Limburg, was het toch een ver van de bedshow. Ze hadden zoiets, ja, dit gaat mij niet overkomen. En nu had ik ze de vraag gesteld, oké, hoe zou je nu met een spel de bewustwording kunnen creëren van zo'n overstroming zonder dat je een echte overstroming nodig hebt?
Jullie kennen de gezegde misschien wel, geef ons ons dagelijks brood, maar geef het waterschap af en toe een watersnood. Nou, liever niet natuurlijk, we willen geen watersnood, maar we willen wel die bewustwording. En we willen draagvlak onder de bevolking om te investeren, om Nederland veilig te houden. Nou, daarvoor doen we dit spel. En hoe werkt het? Wij gaan communiceren met kaarten. We zeggen namelijk, één kaart zegt meer dan 1000 woorden. We noemen het ook wel Common Operational Picture. Je werkt allemaal met hetzelfde kaartbeeld. Ja, als cartograaf zeg ik natuurlijk ook 80% van alle informatie die we met elkaar uitwisselen in een crisissituatie heeft een geocomponent. Dus kun je ook op de kaart zetten. Maar ja, wij mensen zijn visueel ingesteld, dus dat werkt nou eenmaal snel. Daarnaast gaan we netcentrisch werken. Dat betekent een platte organisatiestructuur. Dus je wisselt informatie met elkaar uit, direct wat de ene partij typt, dat ziet de andere partij. Vroeger was dat in hiërarchisch model. De GGD verzamelde informatie of de brandweer. Dat ging dan naar boven, naar de bazen. Die hadden overleg en dan de besluiten zijpelden weer langzamerhand naar beneden. Dat duurt te lang. Dus nu werken we netcentrisch. Nou, vervolgens worden die jongeren ingedeeld in teams. Je ziet de dijk potentieel doorbreken hier bij de Lingen. En je ziet een simulatiemodel van wat gebeurt er als het overstroomt. Eén team moet bepalen hoeveel mensen wonen er nou in dat gebied. En wat zijn de kwetsbare mensen die niet op eigen gelegenheid weg kunnen komen. Dan heb je een tweede team die bekijkt wat zijn de evacuatieroutes. En je kunt je voorstellen, je kunt hier beter niet een lage polderweg kiezen, maar een hoge dijkweg. Dus met de hoogtekaart kun je die wegen vinden. Dan heb je een derde team, die moet de opvanglocaties vinden. Nou, liever niet in het overstromingsgebied, dus hogerop in dan bijvoorbeeld een grote gymzaal of een evenementenhal. Dan heb je het vierde team, die gaat naar buiten, die gaat de dijken inspecteren. Misschien is er nog wel een dijk die op doorbreken staat. En met de portofoon geven ze die informatie door. En dan heb je het vijfde team, het communicatieteam, die moet alles eigenlijk aan elkaar knopen. Die gaat een communicatieplan schrijven, een persbericht. En onder tijdsdruk, 35 minuten, soms komt er nog wat drama bij, afhankelijk van de groep. En dan wordt het afgerond doordat de burgemeester langskomt. Nou, die zegt, ja, wat moet ik aan mijn volk vertellen? Wat is het persbericht? Dus lekker stress. En het communicatieteam die gaat dan voorlezen wat het hele evacuatieplan is geweest. Nou, maar die junior dijkgraaf had het heel goed gedaan, tot op detailniveau. Zelfs gezorgd dat er niet geplunderd werd. En de evacuatie is helemaal goed gedaan. En pas op het eind heeft eigenlijk iedereen een overal beeld van het plan. Want daarvoor heeft iedereen in een soort koker gezeten. Nou, met die junior dijkgraaf hebben we geëvalueerd. En eigenlijk wil ik jullie meenemen daarin wat zij tegen zijn gekomen. Het grappige is die... junior dijkgraven zijn natuurlijk allemaal helemaal gebokt en gemazeld in het waterschapsthema. En zij hebben commentaar geleverd, hoe vonden ze het spel nou? Maar vooral, wat kan er nou beter? Nou, we gaan even kijken, we zaten op het fort. En de een kwam uit Friesland, de ander kwam uit Limburg. Voordat we dit spel speelden, als er een overstroming zou zijn, ik had eigenlijk nog nooit nagedacht wat er dan zou moeten gebeuren, hoe moet je beginnen, wat ik zou moeten doen. En eigenlijk toen we hoorden dat dit spel er was, toen ging ik er ook wel een beetje over nadenken, maar ik had eigenlijk nog steeds geen idee. Dus ik denk dat het ook wel zorgt echt voor bewustwording van wat er allemaal moet gebeuren. Ja. En ik denk dat je daardoor inziet dat je het eigenlijk wilt voorkomen, dat zoiets überhaupt gaat plaatsvinden. En als het al zou kunnen plaatsvinden, dat je er goed op voorbereid bent. Ja, maar ik denk dat het vooral bewustwording is met welke groepen... wat wordt er allemaal geregeld eromheen? Het is niet alleen maar de mensen moeten weg. Er zit veel meer omheen wat moet gebeuren bij zo'n overstroming of wanneer de dijken doorbreken. Ik denk ook inderdaad dat als je dit zou kunnen doen bij je eigen woonplaats, dat de bewustwording nog veel groter is. Omdat je dan inderdaad echt inziet, niet zozeer, dit gebeurt er als een dijk, maar dit gebeurt als er hier iets gebeurt. En dan is het effect denk ik nog veel groter, omdat je dan echt beseft wat voor gevolgen dit ook voor jou persoonlijk kan hebben als er iets gebeurt. Je zou het zo inderdaad met dingen als vee of zo aan toe kunnen voegen. Inspelen op zintuigen. Ik denk nu als het vooral beeld. Want inderdaad, het mooiste zijn als je die zogezegd die virtual reality brillen in jou, van je eigen dorp of stad zou kunnen zien. Geweldig, ja. Dat is ook helemaal geweldig. En ik denk als je dat soort beelden ook op die tv-schermen kan laten zien, een soort van live verslag van wat er daar gebeurt.
misschien is het een beetje te groot gedacht. Nee, nee, ik vind hem heel mooi. Dat soort toevoegingen. Dat je mag te groot denken. Precies, nou, je kunt voor elke regio kun je natuurlijk... Ja, kun je wel zo'n filmpje maken voor elke regio. Ja, en ik denk dat ze er al zijn. Mensen helemaal doorweekt met van die dekens omziet. Dat vind ik ook best wel goed. Je had daar ook, zeg maar, op het scherm, je had dan al die schermen en dan had je ergens rechtsboven had je steeds een filmpje van hoe het was in Limburg. Ja. En hoe ze dat deden. En als je daar dan naar keek, dan dacht je ook al van, wow. En als je dat dan... Voor je eigen regio hebt. Ja. Nog meer. Ik vond wel de beelden al heel goed. Ik vond wel de schermen die er hingen, was echt een goede toevoeging. Ook de sfeer van natuurlijk, we zitten zo'n crisiszaal. Maar dat voegt ook al veel toe inderdaad dat het actueel is. Dus het is niet de beelden die je overal ziet van 95. Nee, het waren echt de beelden van iets wat recent is gebeurd. En dat sluit meer aan bij bijvoorbeeld onze... beleving. Ja. Ik vond het ook wel heel leuk dat, dat we allemaal van die hersjes al aan moesten. Ja. Nou, hier zie je inderdaad, ze zeggen, nou, het spel maakt wel bewust, maar het kan natuurlijk nog beter. Want wat heeft iemand in Limburg aan een overstroming in, op de Linge? Dus eigenlijk is hun grootste commentaar, ja, maak die overstromingsscenario's voor elke regio. Hoe mooi zou dat zijn? En maak dan niet zomaar een overstromingsscenario, maar maak hem in 3D en zet dan ook nog een virtuele bril in, zodat je helemaal in die wereld zit. Nou, eigenlijk vanuit Geofert vind ik dit ongelooflijk goede tips. Dus hier willen we wel mee verder gaan. We gaan ook een subsidieaanvraag doen bij de NWA. Om te kijken of we al deze regio's in 3D kunnen doen. En graag willen we natuurlijk samenwerken met dus overstromingsscenario's die er al zijn. Maar ze vooral in 3D zetten. En daarvoor wil ik graag onze partner Tigron. Daar werken we veel mee samen. Tigron, Hedy, kan jij naar voren komen? Jij gaat iets vertellen over de 3D-scenario's die jullie kunnen maken. Want ons doel is voor heel Nederland dat er een website is waar je overal kan klikken. En voor je eigen gebied een ervaring kunt doen. De floor is yours. Klopt helemaal. Dankjewel Willemijn en bedankt. Hallo ook iedereen thuis. Ik zie jullie niet, maar ik hoop dat jullie mij goed kunnen zien. Mijn naam is Hedy van Dijk. Ik ben van Tigron. Tigron is een klein softwarebedrijf uit Den Haag. Wij maken één softwareproduct, het Tigron Geodesign Platform. En daarop kan je 3D dynamische werelden bouwen. Het principe is dat je ieder gebiedje in de hele wereld kan selecteren. En dan halen wij de beschikbare open data daarvoor binnen. En bouwen daar direct een 3D wereld van op. En in die wereld kan je gaan plannen, veranderen, tussen aanhalingstekens ook spelen. En vervolgens rekenen wij dan direct door wat de impact is van die verandering of dat plan op de fysieke leefomgeving. En dat kan dan bijvoorbeeld gaan om geluidsoverlast, om luchtkwaliteit, om stikstofdepositie. Nou ja, u ziet het niet thuis, maar hier binnen vliegt een musje rond. Je kan ook werken met biodiversiteit bijvoorbeeld. Maar ook met wateroverlast. En dat is natuurlijk het thema van vandaag. Waar ik eerder met Willemijn, waar wij aan werken, is bijvoorbeeld de ruimtelijke inpassing van duurzame energie. Wat natuurlijk ook een heel belangrijk thema is op dit moment. En dat concept van dat inladen van die data, dat zie je eigenlijk links gevisualiseerd op deze sheet. En dat zijn allerlei voor u waarschijnlijk bekende bronnen die we daarvoor gebruiken. Hè? Dus we gebruiken de BAG, de BGT voor de wegen, de huizen, de lantaarnpalen, etc. Maar ook de bomen worden ingeladen. We gebruiken de AHN voor de hoogtekaart. We gebruiken de BRO voor ondergrondinformatie. Maar we kijken ook naar de risicokaart van de provincies. Voor waar zitten nou potentieel gevaarlijke stoffen. Eigendomskaart van het kadaster. Dat halen we allemaal samen als basis voor die 3D-wereld. En dat gebeurt dus ook op het moment dat je het gebied selecteert. Waardoor je altijd de best beschikbare actuele data gebruikt. En die kan je vervolgens weer zelf aanvullen met eigen data. Bijvoorbeeld... data over kunstwerken van de waterschap. Zo'n 3D-wereld wordt vervolgens dus gebruikt. De helft van alle waterschappen in Nederland gebruiken het ongeveer. Ook provincies, gemeenten en consultants die daar weer voor werken, zowel in Nederland als in het buitenland. Eigenlijk om besluitvorming over de inrichting van de leefomgeving te ondersteunen. Dat kan natuurlijk met serious gaming, maar dat kan ook gewoon met scenarioanalyse, doorrekeningen en modelleringen. Dus dat wordt op dit moment heel breed ingezet ter ondersteuning van de ontwikkeling van de leefomgeving. Ik heb een kort filmpje om het even te laten zien hoe dat eruit ziet. Die gaat nu lopen. Dit is een volledig fictief voorbeeld van een volledig fictieve damdoorbraak. Hier zie je een mooi plaatje van het DTM wat we daarvoor hebben gebruikt. En
mooi heuvelig gebied. Zoals je hier ziet, ziet dat er natuurlijk ook extra mooi uit in 3D. En vervolgens kan je gaan modelleren in die wereld. In dit geval dus een fictieve damdoorbraak. En dat gaan we dan doorrekenen met al onze modellen, waaronder dus de watermodule die alles helemaal doorneemt volgens de hydrologische wetten. En dan op heel hoge resolutie, dus 1 bij 1 meter, kan je vervolgens analyses gaan doen. Waar gaat het water heen? Hoe snel stroomt het? Hoe hoog blijft het staan? En omdat het zo gedetailleerd is op dat 1 bij 1 grid, kan je natuurlijk ook hele gedetailleerde analyses doen en ook inzoomen. En hij gaat nog een keer heel mooi. Omdat je deze data, dus ook dat hydrologische model, dus combineert direct met de data over de leefomgeving, de wegen, de huizen, hoeveel auto's rijden er, het verkeer, kan je dus ook makkelijk analyses doen over waar zijn de kwetsbare gebouwen, hoe zit het met mijn evacuatieroutes, als er een bepaalde stroomsnelheid is op een weg, wanneer kan ik daar niet meer rijden, kan ik dan misschien het ziekenhuis nog wel bereiken. En dat zijn allemaal analyses die je kan doen door de combinatie van al die beschikbare data. Zo. Heel kort sheet over eigenlijk de ontwikkeling van Tigron. Wij zijn in 2005 begonnen als serious gaming gebruik. Eigenlijk SimCity in het echt. Dus we doen SimCity, maar dan met echte data en met echte modellen. En door de jaren heen hebben we ons veel meer ontwikkeld samen met onze klanten naar een scenario-analyse tool en voor modellering. Serious gaming wordt nog steeds gedaan, maar als een van meerdere toepassingen. Waar we ons door de jaren heen vooral op hebben ingezet, is dat kunnen verwerken van veel meer data nog sneller. En we begonnen dus met ongeveer op wijkniveau. En nu is de standaard dat we 30 bij 30 kilometer kunnen doorrekenen. En onze CTO Maxime die heeft ook al een keer heel Zuid-Nederland doorgerekend, het rivierengebied. Een andere ontwikkeling waar we de laatste jaren aan hebben gewerkt samen met onze klanten, is het aanvullen en verbeteren van modellen. Bijvoorbeeld die watermodule waar ik net al wat van liet zien, hebben we samen met de waterschappen gemaakt en ook samen met de waterschappen gevalideerd en gekalibreerd. En we werken nog steeds door aan die ontwikkeling. Een derde ontwikkeling waar we veel mee bezig zijn, is het ontwikkelen van het platform als onderdeel van een ecosysteem. Dus we bouwen zelf modellen in, maar we maken ook koppelingen met andere bestaande modellen en koppeling met andere data. Zodat wij dus een element zijn in dat ecosysteem van modellen en data. Bijvoorbeeld Arius of bijvoorbeeld de Waterwijzer zijn modellen waar wij via de API direct mee koppelen. Mijn laatste voorbeeld, natuurlijk niet geheel toevallig gekozen voor de thematiek van vandaag. In juli heeft Maxime, onze CTO, naar aanleiding van de watersnood daar de doorrekeningen gedaan van het Guldal rond Valkenburg. En hij, dat zijn natuurlijk mooie beelden en is sowieso een interessante analyse. Maar voor ons zijn dit soort evenementen natuurlijk extreem waardevol, omdat er dan ineens gigantisch veel data beschikbaar is over zo'n overstroming. Dus er zijn metingen, er zijn satellietbeelden, er zijn Twitterberichten, wat ook in jouw spel zit, maar dat gebeurt natuurlijk ook in het echt. Waarmee we dan ook gaan kunnen kijken van, hey, hoe verhoudt zich nou dat tot ons model? En kunnen we daar dan misschien nog iets van leren of iets beter maken? Nou, linksbovenin zie je dan dus dat Guldal, dat is op 3x3 meter doorgerekend. We hebben dus die BAG BGT AHN gebruikt en die is aangevuld met kunstwerkendata van het waterschapshuis. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar grondwaterinformatie van waterstandlimburg.nl. Dat hebben we allemaal gecombineerd. En wat je ziet, het staat ook allemaal op onze website helemaal uitgewerkt, dat er gewoon een hele goede match is tussen de metingen en de beelden en onze modelleringen. En af en toe zijn er natuurlijk ook afwijkingen. Een voorbeeldje hieronder was wel een aardig voorbeeld. Het is een restaurant, ik geloof bij Valkenburg, waar je op ons model ziet dat het water echt op de drempel staat. En in het satellietbeelden was dat niet zo. Toen zijn we gaan kijken en op Twitter konden we inderdaad foto's vinden van dat restaurant waar het water op de drempel stond. Nou, dat komt dan bijvoorbeeld doordat die satelliet natuurlijk maar op bepaalde momenten daar langs vliegt en niet de hele tijd. En daar, nou ja, daar kan dan een mismatch ontstaan. We hebben er ook echt een aantal dingen van geleerd. Bijvoorbeeld, als je ziet dat er afwijkingen zijn, dan is dat meestal te relateren aan de data die erachter zit. En bijvoorbeeld rond bruggen ontstaan er vaak in de hoogtekaart wat abnormaliteiten. En doordat we nu zoveel extra data en gegevens hadden, konden we iets verzinnen voor onze software, waardoor we die foutjes eigenlijk in de data onder bruggen veel beter kunnen oplossen, waardoor het model weer beter wordt. Wij werken dus altijd aan de verbetering van de modellen en de toepassing ervan. Door onze manier van werken kan je dus eigenlijk
Deze manier kan je op ieder gebied van Nederland en daarbuiten toepassen. Nou, dat past natuurlijk weer heel mooi bij de ideeën van Willemijn. En wij willen natuurlijk ook heel graag dat dit soort informatie ook aan het brede publiek beschikbaar komt. En voor de jeugd beschikbaar komt. Dus heel veel zin om daar de komende tijd aan samen te werken. Ja, nou volgens mij is die heel helder. En is het tijd voor vragen, want het is duidelijk wat wij graag willen. Voor heel Nederland in 3D natuurlijk. Mag ik jullie dan weer even komen assisteren daarbij, dames? Mooi verhaal, beide goed verhaal. Het is heel belangrijk om op deze manier aan bewustwording te werken. Ik hoorde net van onze chatmaster dat er al wel een opmerking was, een reactie was. Er werd eigenlijk gezegd van nou, hartstikke goed als je dus veel algemene data van allerlei bronnen gebruikt. Maar wat dan ook belangrijk is, is dat de data van de beheerder zelf, dat die ook op orde zijn natuurlijk. Hè, is daar nog iets over te zeggen? Dat kun je... Nou, dat is zeker waar natuurlijk. Het model is zo goed als de data is. Dat is een soort waarheid als een koe, dat is nou eenmaal zo. En daar zijn af en toe ook best natuurlijk verbeterslagen te maken. En wat je wel ziet in Nederland is dat er natuurlijk ook heel veel goede data wel degelijk beschikbaar is. En dat je met die data die er is ook echt enorm veel kan. En, maar ja, eigenlijk sluit die vraag aan bij onze ambitie. Kijk, Tigon kan al voor heel Nederland simulaties maken, maar wil juist met Rijkswaterstaat en de waterschappen in gesprek om te kijken of er nog wat rare mismatches zitten. Dus of de data beter kan. En dan is natuurlijk uiteindelijk het doel dat bij de bron de data aangepast wordt. Want Tigon uiteindelijk doet die real-time elke keer weer die nieuwe simulaties. Dus dat is eigenlijk de slag die we nu willen maken. Nou. Wat ook wel, als ik nog één ding mag toevoegen, wat wel een mooi stuk van software is, dat je ook met data kan spelen en data kan analyseren. En wat wij natuurlijk ook wel kunnen, is als er bijvoorbeeld afwijkingen zijn in de data, bijvoorbeeld een duiker zit wel in de data, maar sluit niet mooi aan, zeg maar. Dan kunnen wij dat wel automatisch signaleren. En dan kunnen wij ook mogelijk maken dat je dan die duiker vervolgens aanpast in de data, zodat je er wel mee kan rekenen. Ja. Dus ook daar zijn best wel mogelijkheden. Ja. Nou, erg leuk om te horen. Data op orde is best een issue natuurlijk in onze sector. En zeker als je dus als waterschapsbeheerder, als waterschap met je eigen gebied op deze manier aan de gang wil, ja, dan dat accentueert alleen nog maar meer hoe belangrijk goede data is. Daar zijn overigens ook de mensen van het waterschapshuis bijvoorbeeld volop mee bezig om modellen te bouwen en voorbeeldsystemen te maken om dat allemaal goed te doen. Ik kijk even naar onze chatmaster of er nog meer reacties zijn. Het zijn vooral ondersteuningen die hierin worden gegeven, maar ook wel de... het realiseren van dat het ook wel heel veel kennis en duiding vraagt van de waterschap zelf, de mensen zelf weer. En ik weet dat we binnen de waterschap natuurlijk al redelijk wat projecten hebben lopen op dit gebied. Dat kan natuurlijk altijd nog wat meer beter. Ja, ik kan me voorstellen dat dat niet, omdat de microfoon wat verder weg staat, dat dat niet helemaal door is gekomen. Maar wat ik van Gerard Harms, onze chatmaster, hoor, is dat er vanuit het land onderschreven wordt, ja, dit is belangrijk, maar ook dit is niet makkelijk, zeker om je eigen data op de goede manier beschikbaar te hebben. Dus dit is een kijkrichting waar we de komende jaren nog zeker mee bezig zullen zijn. Ja, en onze ambitie is om nou te beginnen bij elke provincie één scenario te gaan doorwerken, die gewoon publiekelijk openbaar gemaakt wordt via een website en via educatiemateriaal, maar daarna natuurlijk ja, één scenario per provincie. Ik bedoel, ik woon in Asperen en Nijmegen is toch heel ver van mijn bedshow. Dus uiteindelijk wil je denk ik 50 scenario's hebben. Maar goed, dat heeft tijd nodig. Laten we gewoon met moet altijd wat beginnen. De wens overhouden. Ja, en samenwerking inderdaad met samenwerking. Zonder die kennis kan je een mooi computermodel maken, maar dat gaat niet goed zijn. Dus ook voor onze aanpak, dat staat ook, heeft Willemijn ook zo opgeschreven, moet die samenwerking er zijn met de waterschappen. Ja. 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 We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Er is nog een reactie, hier uit de zaal zelfs, Oscar van Dam. Jullie zien hem nu niet, maar we zullen zo meteen de camera nog even draaien. Dat je even een impressie krijgt van hoe dat er hier eigenlijk uitziet. Maar Oscar, jij geeft even je reactie. Ik zal hem even herhalen dat het goed doorkomt. Ga je gang. Ja, een hele mooie presentatie en de beelden die we laten zien. Wat ik mij vervolgens afvraag, in hoeverre zou je bijvoorbeeld de modellen die hieronder zitten tijdens een overstroming ook inzicht kunnen geven in
plekken langs een dijk waar problemen kunnen gaan ontstaan. Dat je zo proactief daarop zou kunnen gaan reageren. Je bedoelt tijdens een overstroming? Ja, tijdens een... Nou ja, de modellen van Tigon zijn live. Hè. Dat zag je net in dit... al die data halen ze live op. Alleen het hotel staat met hoe goed is alles doorgerekend. Hè. Dus zo'n duiker, als die niet goed in het model zit... dan wordt de simulatie dus ook niet correct. En daarom zeggen we eigenlijk aan de voorkant moet je beter doorrekenen... en kijken wat het model is met de kennis en kunde van Rijkswaterstaat en de waterschappen. En dan kun je hem tijdens een overstroming ook gebruiken. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je hoogtegevens hebt van je dijk... en je hebt hoogte waterstanden op de rivier... dat je op een gegeven moment moet gaan voorspellen van... oké, hier gaat nu mogelijk te hoge waterstand komen ten opzichte van de dijk die daar ligt. Dat klopt, ja. Ja. En inderdaad, dit rekent heel erg snel door. Dus je kan ook op het moment dat er iets gebeurt heel snel gaan kijken wat is er aan de hand. En wat je ook bijvoorbeeld kan doen is het koppelen van buieninformatie. En ook dus lokale buien. Dat is een regen dus ook valt op de plek waar het wordt voorspeld. En dat kan je dan gaan doorrekenen. Dus je kan inderdaad live heel veel doen. En goed, de exacte toepassing zullen we met de... dat is de vraag die van de waterschap komt. Van hoe gebruik je dat dan en wat kan je er precies mee live? Maar dit soort dingen zijn zeker denkbaar. Nou, dit onderwerp, ik merk het al, is natuurlijk al interessant genoeg om eigenlijk een hele ochtend sowieso aan te spenderen. Maar ja, die ruimte hebben we nu niet. Dames, fortvrouwen, Heli, zeer bedankt voor jullie toelichting. Ik merk trouwens ook nog op, mensen, wij zien hier nu natuurlijk deze locatie, maar dat Geofort is een prachtige locatie. Het is een mix van historie en nou ja, het is een opleidingsinstituut, dat horen we ook, maar het is architectonisch ook ontzettend mooi aangepast. Dus, absoluut een bezoek waard. Ja, en het staat tegenwoordig op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dus misschien is dat nog de laatste drempel. Nou, dat staat hier gewoon op dat plaats.